tegen Henk. Nou, het zat er niet in. Voor de wedstrijd zat het er nog in, maar toen we een kwartier bezig waren, was het over. Was het over. Ja. Ik zei tegen Henk al, op alle fronten zijn we afgetroefd. Ja, Max achterin. Ja, oké. Ja. Nou, tegen Rome was dat al een beetje aan de gang. En, toen hebben we het na de rust nog recht kunnen trekken. En nu een 3-0 achterstand wordt het gewoon hartstikke moeilijk natuurlijk. Dat En het is dat hun de vierde er niet in schiet, anders had het al veel eerder afgelopen geweest. Ja. Ja, ik dacht eigenlijk van joh, toen je in de rust, ja, op die punt, Kevin erin. Ja, dan moet je hetzelfde had gekregen binnen 5 minuten. Ja, dan moet je, ja, oké. Dan moet je geluk hebben dan we gelijk scoren. Hè. Dan had het nog leuk kunnen worden. En op het laatste ook nog, als hij een panel geeft, hè, dan of hij de doelpunt van Kevin goedkeurt, dan kan dat nog even leuk worden. Maar ja, als ploeg zijn, dan moet je dat zover nooit laten komen natuurlijk. Het is. Het eerste kwartier was het. Ik zal niet zeggen dat de rest van de wedstrijd heel goed was achterin, maar het eerste kwartier was natuurlijk. Piercil onwaardig. Ja, oké. Nou ja, dat hoef je dan op en dat hoop je dan. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen natuurlijk dat we vandaag nergens recht op hadden. Want ik heb er geen één gezien die. Die behoorlijk in de wedstrijd zat. Nee, dat was allemaal niet. Is dat de verdienste van Heilig het Sluis? Ja, denk ik wel. Ik denk de combinatie van beide. Heilig het Sluis die startte ontzettend agressief. Waren fysiek sterk, vond ik. En bij ons lopen er nog steeds een paar bij die denken van als ik mijn been maar terugtrek, dan komt het allemaal wel goed. En dat, ik zag dat donderdag op de training al een beetje. Het was allemaal een beetje lachen. En een beetje niet fel genoeg. En je ziet het terug in de wedstrijd. En dat is jammer. Vind je er niet de ruimte om in te grijpen met andere spelers? Nou, kijk, als je na een kwartier met 3-0 achter staat, dan heb je weinig tijd om in te grijpen. Nee, maar ik bedoel omdat je donderdag al een beetje. Nee, ja, maar onze selectie is niet zo groot. Nee, ik heb een minuut of 14 heb ik en. Er is er alleen van gebaseerd en eentje van het in tweede gespeeld. Dus wat dat betreft is onze selectie niet zo breed hoor. Kijk, ik hoorde dat Helmut van Sluis 7 spelers miste. En als hij dan. Nee? Hij zei tegen mij: we missen 7 spelers, maar als je dan nog zo'n elftal op kan stellen. Nee, is helemaal. Ze missen er 2. Ja. Oké. Okay. Tegen mij zei hij 7, dus. Ja, een beetje pleurig. Ja. Moet er allemaal bij worden. Is nu typisch, hè? Zo verschil. Ja, kruipen naar de winterstop? Nou, zover is het nog niet. Dat moeten we even bekijken hoe dat volgende week gaat tegen Stellendam. Maar dit zat er een keer aan te komen natuurlijk bij een wedstrijdje verliest. Het is schande, dat is nummer 2. Wat zeg je? Het is ook geen schande. Daarom. En we zijn dolgelukkig met de 17 punten die we hebben. En, we moeten, dat heb ik altijd gezegd. En ik ben blij dat ik nou op mijn woorden terug kan komen. Of niet terug hoef te komen. Maar we moeten gewoon naar die 27 punten toe zo snel mogelijk. Dat we veilig zijn. En dat vind ik nog het allerbelangrijkste. En dat blijf ik vinden. Want je ziet het, wij kunnen ook verliezen. Al denken de spelers misschien wel van niet. Ja, blijf het. Dankjewel. Graag gedaan. Fijne zaak. Ik weet het nog. Weet je genoeg? Ja.